hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben aangekomen bij Emine. Ik ga hier lekker editen. Zij is ook nog aan het werk. En daarna gaan we even samen naar loods 5. Even lekker een beetje inkoppen doen voor het huis. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Want mijn huid is echt zo fucked up. Mijn voorhoofd tenminste. Ik had laatst een Koreaans product gebruikt. En die heeft mijn huid helemaal opgefokt. En ja, ik ben er echt zo verdrietig om. Maar goed, ik probeer gewoon niks op mijn huid te smeren. En ik hoop dat het gewoon snel voorbij gaat. Maar ik heb het al een maandje. Naar verdieping 12. Oh my god, het gaat zo slow. Ik ben aangekomen bij Emine. Ik heb mijn laptop mee. Ik ga lekker aan het werk. Emine is ook gewoon aan het werk thuis, toch? Ja, klopt. We gaan lekker aan de slag en daarna gaan we naar loods 5. Kijk, ik heb het slecht gemaakt. Eentje is met te veel bubbels, de andere niet. Oh, dit is er wel goed uit, ja. Die is voor mij niet. Ik wil even mijn huid aan jullie showen. Ik weet niet of het zo goed te zien is. Maar dit stuk is echt zwaar beschadigd. Ik hoop echt dat het snel overgaat. Ik smeer er nu gewoon vaseline op. Volgens mij zie ik nu wel echt goed. Ik smeer er nu gewoon elke dag vaseline op. Ik glim helemaal. Maar goed, ik hoop gewoon dat het snel herstelt. Wij gaan nu naar loods 5. Guys, je gelooft het niet, maar na 10 jaar heb ik een keer een Happy Meal gekozen door M&M. We zullen ook een Happy Meal nemen. Ja hoor. We hebben even trek. Ik dacht even energie voordat we loods 5 ingaan. We gaan lekker frietjes eten. Heb ik ook al lang niet gehad. Hebben we nou een hamburger of een cheeseburger? Hamburger. Oké. Okay. Ah, we zien dan. Moest je even kiezen tussen boekjes? Ja. Dit is speelgoed. Nu heb jij gekozen? Deze is speelgoed. We zijn weer in het gebouw. Dat is het enige wat we hebben gehaald. Eén kussen. En we hebben kompje gehaald. We gaan lekker eten. Een lekkere cola zero erbij. We zitten weer in een lift waar we net allebei in passen. Kijk, zo groot is die. Ik ga dood. Ik heb een glimmende voorhoofd. Love it. Kijk hem dan met zijn tv. Kijk, hè. Die was nog niet gezien. Oh, nice. Wij zijn alle knopjes. Ja, precies. Alles in de tv. We zijn weer in ons huis. En spanplafond zit erin. Met alle spots. Kijk hoe mooi. Kijk. I love it. En ik heb daar voor indirect licht gekozen. Voor boven mijn keuken. Maar voor de rest allemaal normale spotjes. Kijk hem dan met zijn tv. Ja, kijk, hè. Ik heb die nog niet gezien. Oh, nice. Wij zijn alle knopjes. Ja, precies. Alles in de tv. En de spanplafond zit dus ook in de badkamer. Met spotjes erin. En die kant krijgen we indirect licht. Maar dat is nu nog niet mooi afgewerkt. Dus laat ik even later zien. Echt heel mooi dit. We zitten nog steeds in het huis. Ik heb even lekker een koffietje gehaald. We gaan hier even nog stofzuigen. Want morgen komen ze de keuken leveren. En we willen alles een beetje schoonmaken voordat ze komen. Wat echt wel een beetje rot is, zeg maar, qua werkzaamheden. Het zijn de verhuisvlogs. Dus we nemen ook wel alles erin mee. We willen onze ervaring dus echt met jullie delen. Wat echt een beetje kut is, dat het dus verschillende mensen in je huis natuurlijk werkzaamheden verrichten. Verschillende werkzaamheden. Dat als iemand komt, er altijd wel iets, zeg maar, achter wordt gelaten voor de ander. Bijvoorbeeld, het plafond is natuurlijk gedaan met de spots. Heel mooi, perfect werk. Maar ja, goed, we hebben nu wel weer een beetje krasjes op de muren. Er zijn weer een beetje, weet je, ding achtergelaten wat niet zo mooi is. Want we hebben alles natuurlijk wel helemaal netjes gedaan. Wat nu weer opnieuw gedaan moet worden. Dus elke keer krijgen we, zeg maar, extra werkzaamheden bij. Waar we dus wel een beetje van balen. Want dit is al een beetje de zoveelste ding die wij moeten herstellen, zeg maar.
dat beginnen we wel een beetje zat te raken, als we eerlijk moeten zijn. We moeten niet alleen maar van zeggen van alles is zo perfect, mooi, bla bla bla. Maar we hebben het elke keer. Elke keer als iemand anders langskomt, moeten we weer iets corrigeren. Weer eens corrigeren. Dat beginnen we wel een beetje zat te raken. Maar goed, voor de rest een beetje lekker in de positieve vibes blijven. We zijn zo blij met de spots. Nessim vond mij niet enthousiast genoeg. Nee. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het idee met spanplafond met spotjes Nessim's idee was. Ik heb daar nooit aan gedacht. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik... Boven het verschil heb laten zien. Ja, dat ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heel erg blij ben met Nessim. Dat hij die keuze heeft gemaakt voor mij. Want het ziet er niet normaal uit. Want hij heeft mij dus het verschil laten zien met boven. Dat laat ik jullie nu even zien. En ja, het is gewoon een heel groot verschil. Het is gewoon echt mooi glad, strak. Kijk, ik ga jullie even een before laten zien. Tenminste, dit is hoe het beneden is. Kijk, heel mooi allemaal. Gladjes. En dan gaan we nu even naar boven. Kijk hoe mooi. Dan gaan we even naar boven. Jezus, deze trap moeten we ook echt aanpakken, man. Kijk, dit is dus als je plafond niet is gedaan. Je ziet het gewoon. Zie je dat? Dit is de badkamer. En dit is de gang. Badkamer. Gang. Alle lichtjes uit, want we gaan weer naar huis. We gaan weer naar morgen huis. Morgen om 6 uur opstaan. Ja. Oh, morgen is een spannende dag. En morgen is een spannende dag. Het duurt nu wel een beetje lang. We hebben er geen zin meer in. Het duurt te lang, het duurt te lang, het duurt te lang. Ik ben zo gespannen dat ik de laatste nachten eigenlijk niet slaap. Jij gaat sowieso niet slapen vandaag als de keuken morgen. Ga je morgen met mij de ochtend mee of blijf je slapen? Ik kom mee. Een hele goede morgen. Nou, bleker dan dit kan niet. Want ik ga dus anderhalf jaar nu niet onder de zonnebank. Ik heb geen zon gezien. En mijn huid is dus helemaal niet zo goed. Dus ik wil helemaal niet onder de zon op dit moment. Het is echt super vroeg. Echt zo vroeg dat ik niet kan praten. Het is 7:30. We moeten zo naar ons huis. Want de keukenboer komt zo voor ons keuken. Het gaat even 2 dagen duren dat hij klaar is. Maar ja, dat vind ik echt heel erg spannend. Ik krijg vandaag mee. Want normaal gesproken gaat Nessie meestal in de ochtend alleen. Maar vandaag moet ik weer, omdat ik het zo spannend dus vond. Ik ben echt heel erg benieuwd. Trouwens, Nessim's bril op. Update rondom mijn skin. Ja, het is maar gisteren dat jullie me zagen, maar... Ja, niet goed. Ik heb gewoon de huisarts even gebeld, omdat ik er echt even een beetje doorheen zit. Want ik loop hier al een maandje mee en het lijkt niet beter te gaan met vaseline en alles wat ik erop smeer. Dus ja, ik ben benieuwd wat ze gaat zeggen. Good morning. Good morning, bitches. Wat heb je gehad? Een croissant. Oh, croissant. Oh, kijk hoe wit ik ben als je. Wat erg. Oh, wat erg. Oh. Nee, joh, Bibi is helemaal niet erg. Hij is sneeuwwitje. I need some Bali. Oh, je need some Bali. Mimi, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om met jou naar Bali te gaan en lekker zo in die korte broekjes van jou rond te lopen. Ja, van die lelijke korte broekjes die heel fijn zitten. Oh, love it. Gaan we lekker naar Bali H&M. Kijk, guys. Dit is de before. Oh my god, het gaat echt zo mooi worden. Oh, het is wel lekker warm. Ja. Oeh, yes. Dit is echt mijn favoriete dag. En beter wordt het positief. Let's go, kitchen time. Kijk, ik krijg stress, want alles is geleverd behalve mijn marmeren blad. Dus Nessie moet nou vragen aan haar waar mijn marmeren blad is. Jelle, is er? Vraag maar, watje. Watje. Wanneer de marmeren blad komt. Hoe komt dat marmeren blad ook vandaag? Ja. Dat wordt niet op steen leveren, zie ik op die rechtstreeks brengen. Oké. Een paar uur later. Gaan we weer powernappie gedaan. We hebben powernappie gedaan inderdaad. En we gaan nu lekker richting IKEA. Oh ja, yes. Voor de laatste dingetjes in home. Zin in.
Chris Loodsma heeft echt gewoon niks gescoord. Dus ik hoop dat ik vandaag wel... Als je een heb, dan je een hotdog. Een hotdog van de IKEA. Ja, lekker. In het geval jullie nieuwsgierig waren naar onze chillhoek in het huis. Het ziet er echt niet meer uit. Maar het is wel echt de beste chillhoek. Het is wel echt gezellig. I love it. Maar ik heb een verrassing voor jou. Zo. Nou, wat denk je? Wat denk je het is? Eén. Iets waar je echt van geniet. Doe maar je ogen dicht en dan kom ik zo naar jou toe. Ogen dicht. Ogen dicht. Ik wil dat je zingt terwijl ik bezig ben. Oh, dilly. Hier kijken. Harder. Handen uitsteken. Ja. Yes. Oh, is het koud? Oeh, yes. Kijk maar. Een hele goede morgen, guys. Ik heb vandaag een hoedje op. Zo'n bucket hat van Zara. Ik vond hem heel leuk, dus ik heb hem online besteld. Maar op krullen is hij natuurlijk heel anders dan op het model. Dus ik moet er even aan wennen. Ik weet niet of ik het heel mooi vind. Maar het hoedje zelf vind ik wel echt heel erg gaaf. Alleen ik weet niet of ik het heel erg mooi vind met mijn krullen. Nu onderweg naar mijn huis. Gisteren is mijn keuken volledig afgemaakt. En ik ben er zo blij mee, guys. Ik wil het jullie echt vandaag showen. Ik wil eigenlijk overal mee wachten. Tot de home tour. Maar dat gaat echt niet lukken. Want ik zit echt met leveringstijden van de bank, de meubels en alles. Dat het dan echt heel lang gaat duren. Dus uiteindelijk komt er wel een home tour als alles gewoon binnen is. Maar ik denk dat ik tussendoor zeg maar de vooruitgang wel allemaal voor jullie ga filmen. Want anders gaat het echt veel te lang duren. Dan moet ik te lang geheimzinnig doen. Dan heb ik echt geen zin in. Dus vandaag ga ik de keuken aan jullie showen. Besef even. Ik heb 2 jaar terug mijn keuken dus voor het eerst op Pinterest gezien. En toen zei ik al bij mezelf. Dit moet echt mijn keuken worden. Het was echt gewoon. Echt mijn droomkeuken. 1,5 jaar terug heb ik hem dus besteld. En nu staat hij dan eindelijk in mijn huis. Dus ik kan echt niet wachten om hem aan jullie te showen. Want dit is echt gewoon een keuken waar ik echt van droomde. Gisteren was ik ook echt gewoon 2 uur lang gewoon alleen maar aan het staren naar mijn keuken. Echt zo onwerkelijk. Jongens, welcome to my kitchen. Oh my god. Dit is mijn keuken, guys. Ik heb dus voor een mat zwarte keuken gekozen. Ik heb even dit opzij gelegd, zodat jullie het kunnen zien in combinatie met mijn tegels. Het is een mat zwarte keuken, maar ik wou hem niet volledig zwart. Dus ik ben eigenlijk voor een beetje een donkerbruine marmer gegaan. Met een beetje brons effect. Dit is dus echt marmer. Kijk hoe mooi. En wat ik heel erg bijzonder vond aan deze marmer, is dat er zo'n brons effect erin zit. En dat vond ik zo... Toen ik dit dus zag op Pinterest, was ik gelijk verkocht. Ik moest het gewoon hebben. Alleen is het natuurlijk natuursteen, want het is marmer. En je weet nooit welke platen je krijgt. Dus het was voor ons ook echt een verrassing. Maar kijk eentje wat wij geleverd hebben gekregen. Alsof het gewoon perfect voor ons is gemaakt met die strepen. Kijk hoe mooi. Nessie noemt deze strepen Tiger Stripes. Echt prachtig. Je moet het echt één keer voelen. Het is zo fijn. Aan de andere kant hebben we ook marmer. We hebben hier een spatrand. Ook van marmer. Ook met deze mooie strepen hier. I love it. En zoals jullie zien heb ik dus voor een spoeleiland gekozen. En dat heeft eigenlijk ook te maken met marmer. Want dit beschadigt dus echt heel erg snel. En je ziet echt heel snel vlekken. Dus ik dacht van, ik ben echt best wel een wilde koker. En dan kan ik me daar lekker uitleven. Want daar heb ik dus voor een granieten blad gekozen, zoals jullie zien. En die is gewoon heel simpel zwart. Dus ik dacht, ik doe een mooie spatrand met marmer. Kan ik hier lekker koken en me uitleven. En dan heb ik hier gewoon een spoeleiland. Marmer kan gewoon perfect tegen water. Dus kan ik hier ook gewoon lekker mijn ding doen. En kijk wat we hier hebben. En een koffiezetapparaat. Maar ja, goed. Ik geef jullie nog een keer een uitgebreide rondleiding in mijn keuken. Ik denk dat het gebeurt met mijn home tour. Maar voor nu, dit is mijn keuken, guys. Echt een droom. Ik ben vandaag dus de hele middag hier alleen. Want ik moet even op pakketjes wachten. En je krijgt meestal een tijdvak. En ik moet iets van 1 tot en met 7 uur moet ik hier wachten. Ik krijg meerdere pakketjes. Dus ik ga hier gewoon lekker editen en mijn ding doen. Ik wacht dus op barkrukken voor mijn keuken. Heel erg leuk. En daar heb ik gisteren dus dit voor gehaald. Bij de Hornbach. En het zijn dus van die viltdopjes. Voor onder je barkrukken. Deze vond ik er mooier uitzien. Mooi strak. Ik heb vandaag mijn salontafel geleverd.
Terwijl mijn bank, ja, daar moeten we nog echt zo lang op wachten. Ik denk nog anderhalf maand of zo. Maar mijn salontafel komt vandaag. En mijn bestek komt vandaag. Ik wist qua bestek gewoon precies wat ik wou. Maar qua borden en zo vond ik het echt nog wel een beetje moeilijk. Ik heb één setje besteld, een servies set. Maar voor de rest ga ik even afwachten wat ik nog precies wil. Want de ene keer vind ik kleuren echt mooi. De andere keer wil ik heel erg strak. De andere keer wil ik porselein, keramiek. Ik kom er gewoon even niet uit. Dus daar moet ik even over nadenken. Nou, ik hier op de hoogte. Ik ga nu lekker editen en aan het werk. En dan zie ik jullie straks. Kijk wat ik binnenkrijg. Nesim heeft dus Wish ontdekt. Kijk, één keer wat hij heeft gekocht. Vintage trimmer. What the fuck? Het is gewoon geel. Het is gewoon geel, jongen. Mijn eten is er. Ik heb lekker een Caesar salad. Ik heb water besteld. Cola. Ik kan nergens zitten. Want ik heb nog geen barkrukken. Dus ik zit lekker op de piepschuim hier. Ik heb één vlog al geëdit. Ik moet nog twee editen. Maar dan ga ik gewoon lekker mee aan de slag. De pakketten zijn nog niet bezorgd. Ik heb alleen één garen pakket van Nessie. Maar die hebben jullie al gezien. Ik ga nu lekker eten. We zijn weer in het oude huis. En Nessim heeft het eten voor ons meegenomen. Echt zo lekker. Iets smakelijk, schat. Zo. De barkrukken waren dus binnengekomen vanmiddag. Vanmiddag? Dit is wat je krijgt na een voetcoma. En Nessim is ze nu aan het fixen. Ja, Nessim heeft hem dus verkeerd gemonteerd. Ik dacht wel, je glijdt heel erg naar beneden. Maar... je hebt een glijbaan gemonteerd. Hij gaat zo naar beneden. Waardoor je naar beneden glijdt. Als je nog meubels hebben die elkaar gezet moeten worden. Let me know. Bel Nessim niet.